Good Kelvin, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin en vandaag... Ik heb deze horloge al een paar weken. Ik weet niet, sommige mensen hadden al gezien gewoon in video's dat ik hem om had. In die boze aflevering had ik hem om. Gingen allemaal mensen de comments zetten. Hey, waarom heeft die blanke boy een witte jurk aan met een domme horloge? Wat is er gebeurd, lieverd? Vertel. Maar dan is het zo dat ik de afgelopen weken dit horloge draag en nog niet eens weet wat de fuck allemaal kan. En ik allemaal op knopjes drukken en zo. En ineens werd ik vanochtend wakker en kwam ik erachter dat hij dit kan doen. Jongen, je weet echt niks. Welke Rolex kan hier tegenop? Ik weet. Het is vroeg in de ochtend, dat betekent dat ik eruit zie als een soort van natuur. Weird ass natuurramp. Maar hey, ik kan niet haten. Iedereen ziet er soms kut uit. Behalve Kylie Jenner. Die ziet er vanochtend denk ik precies zo uit als 's avonds. Ik ga vandaag iets leuks doen. Namelijk, ik ga twee dingen behandelen. Eén is alle fake shit van Gio. Daar komen we straks op. Maar eerst wil ik jullie eventjes wat vertellen. Namelijk, zoals jullie misschien weten, is afgelopen donderdag een video online gekomen op mijn kanaal. En de afgelopen dagen ook op de kanalen van Dylan. Van, ik ben vergeten wie er allemaal meedoet. Maar ik wil jullie heel even de situatie toelichten van wat het nou precies is en waar het precies voor is. Namelijk, het is voor de Challenges Cup. 8 YouTubers strijden 20 weken lang tegen elkaar in de Challenges Cup om zoveel mogelijk geld op te halen voor hun goede doels. En ik hoor jullie afvragen, hey Kelvin, waarom doe je mee aan zoiets? Normaal gesproken doe je nooit zulke dingen mee en dan nu in één keer wel. Nou, ten eerste is het omdat het gewoon veel te leuk is. Maar de tweede reden is omdat we hier al alle maanden mee bezig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Want zoals jullie misschien weten, hebben Peter en ik 2,5 jaar geleden het kanaal World of Cinemates gestart, waarin we ons dagelijks leven houden laten zien. En we hadden zoiets van, oké, die reality serie is leuk, maar we willen naar een soort van next level. Dus daarom hebben we de Challenges Cup bedacht. En we hebben naar wat mensen gezocht die ons daarbij konden helpen. En dat hebben we in de afgelopen half jaar allemaal bij elkaar gebracht. En hebben we uitgeproduceerd en hebben we bedacht en allemaal. Peter is de man achter de camera die met zo'n oortje zo... Kijk, als je hier op deze groepsfoto kun je Peter zo daar zien. Hey, Petertje! Dus nog één keer op de vraag, hey, Kelvin, werken jij en Peter nog wel samen? Ja, elke dag. En dit zijn projecten die we doen. In dit geval sta ik voor de camera, soms doen we ook projecten waar ik niet voor de camera sta. Dan denk je, hé, hey, waarom ben ik niet met zo aan? Oké, allemaal bullshit, hey! De tijd van bullshit is over. Oké, Kelvin, zoals jullie misschien niet ontgaan is, heeft Gio de afgelopen dagen video's geüpload die nogal, tering vaak bekeken zijn. Hé, hey, lekker bezig, grap. Maar er zijn ook nogal discussies voor. Er wordt nogal veel over gepraat. En ik wil nou niet op een of andere manier een soort van blonde versie van King Alert zijn. Nee, nee, dat is niet de bedoeling. Want ik ken Gio en Gio en ik zijn wel een soort van matties. Ik weet niet, zijn we vrienden, Gio? Are we even friends, bro? In ieder geval, ik heb al die shit voorbij zien komen. Van zeg maar het feit dat er iets weirds is met een fan of zo. En dat mensen zich afvragen, is het echt of is het nep? En is het kut en is het goed of blablabla? Kan het wel, kan het blablabla? En het enige wat ik kan denken als ik zulke soort commotie zie is, yo, leef gewoon je eigen leven. En ga niet over iemand anders leven bepalen wat hij wel niet mag doen. Maar hey, blijkbaar vinden mensen dat moeilijk. Dus ja, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. In ieder geval, ik heb al die video's van Gio nog niet gezien en ik ben op zich wel benieuwd naar hoe het dan precies is en of ik al spot of het echt of nep is. Oh ja, de dag dat ik dit opneem is het donderdag. Vanmiddag komt er een video op Gio's kanaal waarin hij alles een soort van uitlegt en die staat nu al online. Dus je kan hem gewoon gaan checken, want het is nu zaterdag dat ik dit upload. Dus hey, ik expose niemand, want alles is al duidelijk. Tenzij Gio nu op een of andere manier 3 dagen geen internet meer heeft, dan verneuk ik het voor hem. Lang verhaal kort, Gio heeft allemaal neppe video's gemaakt om aandacht te vragen voor een maatschappelijk belang. Dus ik ben er eigenlijk alleen maar voorstander van, hey ja, zoek een andere manier om iets te zeggen in plaats van een reclame op tv. Iemand laat zeggen, kinder, telefoon is belangrijk. Maar goed, jullie kennen me, ik lul er al 1000 jaar omheen. Dus laten we gewoon kijken naar de video. Yeah, boy! Oh jee, ik weet niet of dit echt is. Als dit echt is, dan moet ik serieus echt vaker mijn fanmail openen. What the fuck? Gio, als dit echt is, dan moet ik echt vaker mijn fanmail openen. Het enige wat ik me afvraag als ik deze video zie is, Gio, waarom heb je een fucking grote foto van een kat op je achtergrond in je kast staan? Verrassing voor fan loopt uit de hand, plus broerwoedeaanval. Plus. De plus zou gewoon een perfecte sponsor zijn van Gio, want al Gio's titels zijn gewoon bla 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 bla. Plus. Bla 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 bla. Plus. Bla 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 bla. Ik kan veel zeggen over Gio, maar zijn intro blijft gewoon hyped, man. Zoals jullie misschien weten heb ik in mijn vorige fanmail video een best wel heftige brief gekregen van een meisje. Dat lijkt mij dus wel super leuk als ik bij haar dus langs ga. Ik had het idee dus gekregen omdat ik gisteravond nog met haar gedm'd heb. Ik vroeg om haar adres en eigenlijk was mijn idee dat ik haar gewoon niet zou opsturen. Maar toen kwam dus ook het idee in mijn hoofd van, hey, ik kan het ook gewoon bij haar gaan brengen. Dus dat is mijn idee. In ieder geval... Ja, lul er niet zoveel omheen, laat me gewoon die sensaties zien. Ik wil gewoon zien hoe je op je bek geslagen wordt. Dit is zo chill. Ik zeg dat als je ooit een auto met stoelverwarming kan nemen, is het zo fijn. Ik ben Gio, ik heb koud veel geld. Ik kan gewoon een autootje kopen met stoelverwarming. Als jij ooit op het onmogelijke level komt van mij, kan je ook een auto kopen met stoelverwarming. Ik zou het zeker wel aanraden. Hey Gio, nothing personal man, I'm just playing. Nou, daar gaan we. Besef even, het is fake en alsnog vind ik het spannend. Ik ben gewoon hyped over wat er gaat gebeuren. Ik vind het nog gewoon nog steeds spannend.
Come on, man. Give me something, man. I need this in my life. Come on. Kijk hier. Kom van Mandy. Mandy is al een paar dagen weg en niemand weet waar ze is. Dus ja, dat komt een beetje heel erg overleven. Wow, 0 to 100 real quick, boy. Wow. Ja, Mandy is al weg en heel lang en komt heel ongelegen. Doei. Pardon. Dit is een tabeltje voor. Kan ik niet hier werken? Te vroeg of je weg wilt? Nou, weg. Dit is een tabeltje voor. Nou, ga maar liggen. Ga weg. Doei. Het is een fucking vlogger. Laat hem gaan. Laat hem weggaan. Rustig. Wat is dit? Ja, hey, ik kan niet disrespecten naar Gio. Ik disrespect niet naar de mensen die dit bedacht hebben, want ik ken ze ook gewoon persoonlijk. Ik ken gewoon de mensen die deze hele campagne bedacht hebben, dus ik kan niet haten, maar that acting though. Mam, dat is die vlogger. Laat hem weggaan. Hoorde je haar niet? Ze hoorde dat je weggaat. Gio's hoofd. Gio, ik kan je eerlijk zeggen, ik vind jouw acting hier nog best oké. Je expressie vind ik gewoon best wel prima, dus wat dat betreft geef ik je twee duimpjes omhoog voor dat acteertje, hé. Maar dit hoofd is gewoon een meme hoofd. Wanneer je voor de 100ste keer in King Alert komt. Gio. Maar mensen, het is nog niet over, het avontuur is nog niet voorbij. We gaan nu over op de video Ik weet het niet meer, zonder hoofdletters. Wat betekent dat de video heel erg serieus is, want als je tijd had om hoofdletters te zetten, dan had je dus blijkbaar tijd om dat te doen. Maar als je er geen tijd voor had, dan was het heel serieus en dan moest je heel snel even doen, want dan was het... Jullie nu denken van, huh? En dat is ook precies mijn reactie die ik had toen de politie hier thuis was. Ik weet ook niet of ik dit mag laten zien, maar Melanie heeft dus wel wat gefilmd. Heb je voor het laatst met haar contact gehad? Ik heb met haar contact gehad via Instagram. Stiekem is die politie maar gewoon die politievlogger. Die wou gewoon een collab. Hij dacht, oké, kunnen we het op deze manier doen? Zij snapte het ook niet. Ik snap het niet, de politie snapt het niet. De politie vindt dat er geen genoeg bewijs is over dat ik echt iets mee te maken heb, waarvoor die moeder dus wel aangifte heeft gedaan. Die moeder vindt dus blijkbaar dat het mijn schuld is. Ik snap er echt geen reet van. Ik ben ook te lui om alles helemaal te checken, maar blijkbaar is dus een of andere chick weg en die is dan nu in de politie denkt dat Gio het heeft gedaan. Ik sta, I don't know, fucking no. Het enige wat ik gewoon wil zien is Gio die aan het nep huilen is. Jongens en meiden. Bro, huilen. Het stond te huilen in de video, echt, ik zweer, maar dit moet. Dit is top! En de Oscar goes to Gio! Zeg tegen dat ze terug moeten komen. Hij sluit deze video af. Het is tijd voor de climax. Het is tijd voor het hoogtepunt. Het is tijd voor het moment waar we allemaal op gewacht hebben, namelijk... Het is tijd. Pak eens. Het is tijd. Jullie raden nooit wat er net gebeurd is. Je hebt vast niet afgesproken met Mandy en je bent ook vast niet geslagen. Ik krijg een Insta-DM van een meisje genaamd Mandy. Ze zegt dus dat ze wilt afspreken. Het mooie was trouwens dat wij de afgelopen dagen opnames hebben gehad voor de Challenges Cup, dat kanaal waar je nu op moet abonneren, anders mis je een heel gedeelte uit je leven. Maar Gio was er ook gewoon bij, maar mocht niet op Instagram stories, want anders wist je dat hij daar was en hij lag blijkbaar in het ziekenhuis of zo. Ah, dat was blijkbaar het verhaal. Oh my god. Oh my god. Dus we zijn een paar uur verder. Waarom? Knip waarom gewoon even wegknippen? I just wanna see it, man. Ik word gewoon het hele gesprek van Mandy en Gio volgen, waarin Gio haar belooft dat ze haar leven weer op orde komt, wat waarschijnlijk niet zo is, maar dat ze eventjes de kindertelefoon moet bellen in het vervolg, want dat helpt. Mandy heeft dus besloten om haar dus naar een veilige plek te brengen waar ze zich goed voelt, waar ze zich beter voelt, want Mandy wil dus niet meer naar huis. Heb je wel eens geprobeerd met leraren of... Very smooth, Gio. Heb je wel eens, wat zou ik kunnen doen in zo'n situatie? Even op mijn bankrekening kijken, hoor. Even kijken, van wie was nog maar dat geld? Oh ja. De kindertelefoon. Helpt dat niet? Het is tijd voor de hoogtepunt. Gio wordt op zijn bek geslagen. Ik wil het zien. Ze gaan niet meer naar Mandy's thuis. Of in ieder geval, Mandy. Noem maar ook gewoon Mandy. Waarschijnlijk heet ze gewoon Bertha of zo. Ze gaan niet meer naar het huis van Bertha. Want ja, daar voelt ze zich niet meer veilig. Dus gaan ze naar een ander veilig plekje. Ik voorspel dat ze uiteindelijk bij een veilige plek aankomen. Waar een of andere guy is die Gio even op zijn bek gaat tikken. En dan is het zwart beeld. Dat voorspel ik. Gewoon bam, zwart beeld. Oh my god. What is happening? Als het goed is, kom op. Gast, what the fuck? What the fuck? Wat is er nou? Wat is er de deur? Wat doe je met de pak? Hey, uit! Hey, 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 hey! Yes! Zo! Oh my god. Ik ga deze video eindigen door te zeggen dat ik volledig achter Gio's keuze sta om dit te doen. Het is gewoon echt om een maatschappelijk ding aan te kaarten. En daar ben ik altijd voorstander van als je dat op een manier doet waarop niet andere mensen het doen. Zodat je echt de gevoelige snaar raakt. Gio, you are the best. Hey, give it up, man.